Misschien nog wel meer. Maar oké, okay, ik ben eventjes dat dingetje. Nee, ik ben hem niet kwijt. Dat kan mijn man zo meteen wel eventjes winddicht. Ja, waterproof. Ja, ik kan geen Engels, maar dat kennen jullie wel weer. Waarschijnlijk. En anders kan mijn man dat wel eventjes opnoemen. Ochtend. Het is maar net wanneer je deze video vlog kijkt. Ik heb deze jas gekocht en ik word er niet voor gesponsord, maar mag je wel reclame voor maken. Ja, dat wel. Daar heb ik specifiek naar gevraagd of dat mocht, dus ik heb daar een duimpje voor. Deze jas die heb ik dus bij actieve100.com gekocht voor iets van bijna 200 euro, 189 euro uit mijn hoofd, zoiets. Daar heb ik dus deze flacon erbij gekregen. Ter waarde van 8,95 euro. Die geven ze momenteel gratis bij weg. Bij een aantal X jassen. Ik weet niet helemaal zeker. Daar is ook al als je zoiets wil bij. Kijk eventjes op mijn website en dan komt het wel goed. Maar even over deze jas. Deze jas, wat is een 3-in-1. Waarom 3-in-1? Weet ik niet, maar oké. Okay. Hij is sowieso wind. Waterdicht. Misschien nog wel meer. Maar oké, ik ben eventjes dat dingetje. Ik ben hem niet kwijt. Dat kan mijn man zo meteen wel eventjes winddicht. Ja, waterproof. Ja, ik kan geen Engels, maar dat kennen jullie wel weer. Waarschijnlijk. En anders kan mijn man dat wel eventjes opnoemen. Waterdicht. Ik zal hem even aan mijn man geven. Waterproof. Breathable. Windproof. Dus het is waterdicht. Ademend en winddicht. Kijk, dat is mooi. Ja. Dat is dus deze jas. Maar het mooiste van deze jas is, hij heeft onwijs veel zakken. Kan je wel zeggen, onwijs veel zakken? Ja. Ik zal aan de binnenkant beginnen. En dan ga ik lekker door en naar de buitenkant. Ik ga hem niet helemaal uitdoen. Maar dan hebben jullie wel een beetje een idee hoe die eruit ziet. Wel krijgen. Ja, kijk. Dit is dus een vest. Kan ik dus ook zo aandoen. Moet hij wel goed zitten, hè? Lijkt me handig. Anders kan ik hem niet dicht doen. Nee. Kijk, dit is dus mijn vest. Kijk, kan ik ook gewoon lekker zo. In de zomer- of lentemaanden. Heerlijk. Hij is lekker warm. Lekker stofje ook. Kan ik gewoon dicht doen. Achter zit helemaal niks. Ga pakken. Helemaal niks. Heel mooi gevoerd. Er zitten ook koordjes aan. Dus dat is wel fijn. Maar nu gaan we naar de zakken. En de binnenkant van de buitenjas eigenlijk. Hier. Wat je ook ziet. Heb ik een vakje. Als je nou honden hebt zoals wij. 3 honden. Ja, 3. Hele mooie honden. 3 mooie honden. Ja, 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 ja. Daar ben ik helemaal trots op. Het is in Nederland, of elders in het land, verplicht tegenwoordig om poepzakjes te hebben. Dus, hè? Dus wat doen we allemaal massaal? Dat kopen. Maar ja, waar moet je hem kwijt? Het gaat in de weg zitten. Nou, daar heeft Omi. Dit merk is heel moois op uitgevonden. Dat is dus, hier kan je dus die hondenpoepzakjes in kwijt. Je kan hem hier uittrekken. Dat is nou een mooie oplossing. Ja, dat vind ik ook. Kijk. En dan vind ik hem hier mooi. Maar, we hebben nog een mooi zakje. Hier kan je dus je zonnebril in kwijt. En nog iets, wat dat is, weet ik niet. Misschien een speaker. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Heb ik een zonnebril? Ja, die heb ik. Ik zal het eens even demonstreren. Een beetje wel heel wat vieze. Nou ja, vies. Ik zal de zonnebril even voor mijn man pakken. Heb ik hier een mooi zonnebril, mensen? Die gaat erin. Ja, kijk. Ik weet niet of hij in de weg gaat zitten, maar ik vind dat niet zo handig. Want als ik een zonnebril heb, dan draag ik hem het liefst zo.
Lekker makkelijk. Dan weet ik tenminste dat hij daar zit en dat hij dus niet kapot gaat. Dus ik weet niet of ik die heel veel ga gebruiken. Die waarschijnlijk wel. Ik vind hem gewoon heel ideaal. Maar aan de andere kant. Hier staat er ook een heel mooi tekentje op. En deze is dus, zeggen ze, voor de portemonnee. Of voor je ID-kaart, paspoort. Wat anders. Wat je zelf wil, mag ook. Hier hebben we dan een telefoonzakje. Staat er ook heel mooi op, een telefoonzakje. Hebben we hier nog een mooi zakje waar je oortjes in kan doen. Hierin. Die gaat ook helemaal naar beneden. Kijk, ik weet niet hoe ver we naar beneden kunnen, maar ja, tot en met hier. Dus dit gaat tot, helemaal tot hier naar beneden. Mm-hmm. Nou, dan moet je wel hele grote oortjes hebben. Helemaal top. Ook niet echt denk ik slim over nagedacht. Maar stel, je doet je telefoon hierin, want hij loopt ook nog echt aardig door ook. Tot aan mijn zij. Tot aan mijn zij. Oh ja, deze. Ja, ik heb dus een telefoon. Kijk. Die gaat tot hier gaat hij door. Tot aan mijn zij, zowat. Dus dat is ook wel ideaal. Maar ja, dat is een beetje, denk ik, in de binnenkant. Dat heb ik al behandeld. Gaat snel. Ja, laat die oortjes nog even zien in de telefoon. Ja. Oh ja. Ja. Kijk. Helemaal goed, schat. Kijk, je kan dus ook je oortjes. Ik heb hier toevallig mijn oortjes bij me. En even een dingetje even openmaken. Kijk. Je kan even je oortjes. Ik zeg daar erin. Wel lekker een beetje aan het klungelen. Moet kunnen. Zo. Dan kun je dus. Dat gaat dus niet wat ik wil. Maar, maar stel je hebt een Android. Ik ga hem dus erin doen. Hartstikke idee. Doe maar gewoon of het een Android telefoon is. He, doe hem gewoon lekker erbij. Gewoon dicht. En dan heb je dus een hele mooie. Hij moet even uit de knoop. Ook leuk. Niet over nagedacht. Nee. Dit is al de derde keer die we opnemen. Yep. In verband met het nieuws heb zijn met opnemen van iets. Dus dat gaat waarschijnlijk vaker gebeuren, maar dat maakt niet uit. En dan heb je dus zo, ik heb lekker zonnetje in mijn mic. Heb je dus zo de oortjes. En dan kun je dus gewoon eigenlijk, heb je het lekker, ja, gewoon fijn. Ja. Ik heb dan altijd in mijn telefoon nu nog lekker hierin, maar aan mijn eigenste. Zal ik een roze telefoon weer uithalen. Een Apple toch? Mm. Ja, een Apple. Een appeltje. Hij heeft gewoon een appel. Ja, dat wil ik wel. Nou, dan zal ik weer even mijn ding, mijn jas. Deze kan ik even dichtmaken. Zo. Dat is één. Jij gaat ook dicht. Kan jij niet liggen dan? Eén kleine. Zo, dat was dus de binnenkant van deze. We hebben hier dus nog twee hele grote zakken. Vind ik ook eigenlijk ideaal. Maar voor deze is, weet ik nog niet. Ben ik nog een beetje op zoek naar. Maar dan kun je ook denk ik zakjes in doen. Daar is lekker. Ik ben nog niet helemaal uit wat dit moet wezen. Maar daar is hij nog wel gewoon dicht. Dus ik denk als ik hem gewoon een beetje open knip hier. Of gewoon met een naaldje. Dat ik dan ook hier poepzakjes in kan doen. Denk ik. En we hebben hier dus nog een mooi zakje. Dus dat is eigenlijk de binnenkant. Dan ga ik hem dicht doen. Voor jullie. Zodat jullie ook meer kunnen zien. Mijn jas. Moet ik hem wel even goed hebben, want ik heb nou die zon in. Nee.
allemaal. Zo. Mooi. Wat ik dus inderdaad al zei in het begin, heb je hier al heel veel zakken in. Hier heb ik dus een mooie zak. Heb ik hier een mooie zak. Maar deze zak kan ik eruit halen. Kijk. En die kan ik dus hier weer er mooi in doen. Hé. Hey. Dat is heel slim over nagedacht. Dit is dus, deze zakje, is dus voor koekjes. Voor je hond, als je dus zegt het loopt niet. Zodat het dus niet nat wordt. Of warm, toch dames? Ja. Dus hier is inderdaad wat ik al zei, mooie twee zakken. Ga jij er ook mee, mijn mooie is goed. En dan heb ik hier nog twee mooie zakken. Lekker voor in de winter als je koude handjes hebt. Dan kan ik lekker. Koud. Nee hoor, grappig. En heb ik hier dus nog een hele mooie vakje. Nou, en daar heb ik dus normaal mijn eigen telefoon in. Dat doe ik nou voor Roos' telefoon. Heb ik dus, hier heb ik dus mijn oortjes. Lekker weer in de knoop. Ik moet daar nog wat op verzinnen. Hebben jullie daar een oplossing voor? Laat het ook even weten. Nou, doe ik dus altijd mijn oortje daarin. En heb ik hem zo. Hartstikke idee. Oortjes. Dan maar dit een beetje in de weg. Maakt me allemaal niet uit. Nee. Maar zo doe ik het dus. Maar, dan hebben we nog een hele mooie andere vak. Dat is de achterkant. Zullen jullie wel denken, de achterkant? Ja, de achterkant. Als je nou heel veel aan het wandelen bent met je hond. Gaan we spelen? Prima. Dan kan dat. Wandelen. Maar, honden of jezelf. Wil ook wel vast en zeker wat drinken mee. Dat kan. Doe ik even net als dit of nog even een flesje water is. Hier een hele mooie zak. Mensen. Ik kan dus deze kan ik dus hierin doen. En dan is hij weg. En dan pak ik hem hier. En hij komt daar weer uit. Dus ik kan goochelen. Ah, dus ik ben nog even bezig. Nee. Dus. Dat zijn dus hele mooie toevoegingen aan een hele mooie jas. Dus wil je nou ook zo'n jas? Ga dan even naar de link hieronder bij actiefhond.com en dan kom je er vanzelf wel uit. Heb je een vraag? Stel ze even hieronder. Dankjewel. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. Dankjewel en tot de volgende keer.